Volgens mij ben ik dicht bij het antwoord. We begonnen bij het eikeltje en we vonden zijn grotere broer, het mini-eikje. En zijn vader, die grotere eik, die stond in de buurt. Als ik nou de vader van die vader zoek, dan vind ik misschien wel een aanwijzing hoe ze zich verspreid hebben. Oeh, water! Er zijn planten die water nodig hebben om hun zaad te verspreiden. Deze gele lis bijvoorbeeld. Dit is de vrucht van de gele lis. Hier. Als ze rijp zijn, dan springen ze open en dan zitten deze zaden erin. De zaden zitten verstopt in een laagje kurk. Nou, en wat doet kurk? Het drijft! Zo kan het maanden blijven drijven. En onderweg spoelt het misschien ergens een keer aan. En dat is dan precies de goede plek om te kunnen ontkiemen. Nou, als ik dat laagje kurk nou van het zaadje afhaal. Dat is even een heel gepeuter. Kijk, daar komt het al. Nou, ik hoop dat je het een beetje kunt zien. Dit is het zaadje zonder de kurk. Eens kijken wat het doet. Het zinkt als een baksteen. Daar heb je niks aan. Reizen via het water, zou dat wat zijn voor een eikel? Nou, het werkt voor geen meter, hè? Ja, ik kan wel proberen te helpen natuurlijk. Eikeltje, leuk vlotje, drijven, zo. Ja, het werkt wel, maar... En eik doet het natuurlijk ook niet op die manier, dus volgens mij probeer ik net iets te veel te helpen. Er zijn planten die hun zaden helemaal zelf verspreiden. Die zaden zitten vaak in een peultje. Springbalsemien bijvoorbeeld. Hier heb je zo'n peultje van de springbalsemien. Als het peultje rijp is, dan barst het open en spring, spring, springen de zaden weg. Meters ver kunnen ze zo komen. Oké. De eik doet het natuurlijk niet zo. Die heeft namelijk geen peulen die kunnen openspringen. Hé, hey, een eekhoorntje. Aha! Dieren dragen ook hun steentje bij aan de zaadverspreiding. Eekhoorns zijn dol op zaden. Ze nemen ze mee en verstoppen ze als voorraadje voor de winter. Maar na de winter zijn ze er altijd wel een paar vergeten om op te eten. En die eikeltjes krijgen de kans om uit te groeien tot een eik. Zo doet de eik dat dus. Die rekent op de dieren. Maar wie is toch de vader van dit mini-eikje? Opa Eik! Ha! Moet je kijken, jongen. Hij zakt bijna door zijn hoeven heen van ouderdom. Dat zie je hier aan die scheuren, hè? Brom, doet hij dan. Wow. Ja hoor, opa Eik. En dan heb ik ook nog zijn kleinkind uit de voedzame aarde gerukt. Sorry hoor, ik plant hem gauw terug. Dit is een goed plekje. Wacht even. Zo. Ik heb een goed plekje gevonden hoor. Er is licht. En lucht. En voedsel in de grond. En als er nou nog straks een beetje water bij komt. Dan groei jij uit tot een grote sterke eik. Hè? Nou, ik ben de broedster niet hoor.